Goedemiddag, daar zijn we weer, want ik ben er niet alleen. Nee, ik ben weer samen met... De Towel over Towel Gaming. En... Dutch Game Nation. En... 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 Ja. Hallo, Alex. Alex, maar ik moet even rennen. Oh, Alex moet even rennen. Ik ook, want ik heb hier heel veel zooi achter me aan. Natuurlijk is er heel veel dood, heel veel faal, heel veel chaos. Maar het is al alweer aflevering 3. Daarom dus, nou ga ik gewoon terugvechten. Inderdaad. Oh. In deze aflevering moeten we sowieso even progress maken. Inderdaad. Een huis bouwen, minder dood, minder faals. En, spring gelijk hier een kat in. Ik kan jullie helpen. Met? Ik heb, als iemand mij helpt, killen. Ik heb een zwaard voor... Ik heb twee ook andere personen. Ja, ik heb ook al een zwaard, dus een zwaard hoef ik niet. Ik hoef dus geen zwaard. Dus Guido, ik kom me gaan. Oké, okay, ja, ik kan... Ik, oh, ja, dank je. En waar dit? Is jouw deur? Oh, dank je. Waar is jouw deur? Hier, kom maar even binnen. Oh, wacht, nou kan ik niet hakken. Mag ik hem openmaken? Hier, kom maar. Naar binnen hier, snel. Zo, met een pakket. Pijl door je poot heen. Put an arrow je nam put an arrow to the knee wel erg, Ja, hè? Letterlijk. Echt letterlijk en figuurlijk op, ja. Ik heb geen pickaxe meer voor je. Mier, dit werkt niet. Je kunt hier niet naar buiten. Je hebt toch nog een zwaard, of niet? Nee. Ja, ik heb een zwaard voor je, hier. Oeh. Alsjeblieft, blijf helemaal uit mijn kist, hè, want dat mag je niet. Nou, Wilco, dan heb je nu al een beetje een zwaardlozing gehad, hè? Guido! Ja. Ik verwacht als ik jullie nodig heb, hoop ik ooit hetzelfde terug te krijgen. Ja. Mogen we er weer uit? Ja, je hebt nu een zwaard, dus nou zou je het zelf moeten opnemen. Succes, helden! Ja! Yeah. Kijk, ze gaan ook tegelijk. Ah, mini zombie! Ik wou toch even binnen! Heerlijk! Ah, oh, kijk, ze gaan ook al lekker. Ah! Sorry, dat was komisch. Ja, dat is het ook. Maar ik vind het minder komisch dat ik bijna dood ben. Door een wat? Sorry, kun je dat misschien herhalen? Guido, waar ga jij heen? Nee, ik dacht ik haal daar mijn diamond helm op, maar nope. Die was hier al niet meer. Oké, okay, heb je toortjes? Ik heb niks. Oh, hier, heb je toortjes? Heb je eten? Ja, ik heb een koorn. Hier, nee. Ja, ik heb niks anders eigenlijk. Ik ben mijn iron kwijt. Oeh. Maar ja, ik heb weer 11 iron, dus daar ben ik niet... Ja, ik ben wel blij. Ik ben blij dat ik rij met klei. Oh ja, ik wil klei ook nog hebben. Als we, dat... eenmaal, ja, als we eenmaal betere stuff andermaal... hebben... Andermaal... Ach, weet je, ik vind het eigenlijk best wel zielig voor de touwletje. Weet je wel, ik zal hem wel helpen. Waarom? Ik vul dit eventjes netjes op. Of die ene keer dat ik een lucky block opende en dat we... Oh, maar dat was in de nep, volgens mij in de foute opname of zo. Nee. Wat zijn deze opnamen? Nee. Ja. Ja, dat was... Jawel. Het. Deze opname. Oh, dat was van vorige week! Ja. De date moet ik wel eventjes bijzeggen, dus we kunnen... Shit! Het is een nacht! Kalootviool! Zaterdag. Ja, dan weet ik het weer, ja. Ook al nemen we dit nog steeds op dezelfde dag op. Maar dat maakt niet uit. Acteren voor de win. Maar was dat er niet gezegd? Dat vond ik eigenlijk best wel leuk, hoor. Ik vind het altijd leuk om een beetje mijn kijkertjes te laten zien hoe dat we met acteren bezig zijn en alles. Het is gewoon nee, leuk. Nee, maar ik vond het wel leuk dat we zo heel erg in de problemen raakten. Oh, ja, dat vragen we niks anders hier. Nee. Oh, mooi dit. Zelfde player, we willen wel wat meer actie in Minecraft, hoor. Ik heb een huis gevonden. Haat. Ik heb een huis gevonden. Doe hem de groeten. Nee, een heel dorp. Doe ze allemaal de groeten. Ja. Eén ghost spawner dingetje. Oh, voor de mensen die het... Ik weet niet of ze het gevraagd hebben, maar ik ga ervan uit dat jullie het gevraagd hebben. Waarom dat ik deze texture pack gebruik? Dit is facts die ik op het moment gebruik. En die blijft deze hele let's play doorgaan. Dus waarom? Ze zitten... Facts toch? Ik zeg het goed. En wie heeft die aangeraad? Heel veel kijkers, waaronder jij. Ik heb de doorslag gegeven. I love als specs. Jij je daardoor speciaal voelt, ja, jij hebt de doorslag. Ja, ik voel me eens één, Squirrel. Nee, maar ik heb dus heel vaak te horen gekregen of ik zeg maar of een texture pack of geen texture pack wou gaan gebruiken. Nou, er zitten, hebben we dus zeg maar hier ook de furniture mod en die werkt samen heel erg goed met Sfax, dus...
Vandaar dat ik heb gekozen om Swags dus te blijven gebruiken bij deze mod Survival. Ben ik jullie hebben van? Pech. Hij gebruikt Swags. Nee, geen Swags. Dat is hetzelfde als een acrobat die Swagger gebruikt. Maar die kan hij helemaal niet leren, daarom. Oh nee. Nee, geen Onix. Wat Sorax? Is met al die Pokémon references? Ik weet nog niet eens hoe ver ik in Pokémon ben. Toekomstig ik, hoe ver ben ik met Pokémon? Zet het maar niet in de dinges, want dat geeft mij weer extra werk en daar hou ik niet van. Ik ben dood. Oké, nou. Ik had die vraagteken dungeon. Ik denk dat ik daar morgen mee naartoe ga. Want dan kunnen we nou nog heel eventjes een beetje focussen op ons huis helemaal af te maken. Dus, ja, ik denk dat we in ieder geval wel een beetje onderdak hebben. Dat we dus zeg maar niet meer in rep en roer hoeven te gaan rennen en haasten en spoeien op het moment dat het nacht wordt. Want nacht is inderdaad gewoon gevaarlijk. Ik ben echt dom. Ik probeer een schep te maken met kool. Mag ik daar heel eventjes een herhaling op? Ik ben echt dom. Hij zei het zelf. Ik probeer een schep te maken met kool. Zeg ze dat ik dom ben met mijn sugar en alles. Oh my god. Ik ben naar jou aan het luisteren. Dat moet ik niet doen. Hoezo? Ik had het over suiker, niet over kool. Oh, kolder ja, is totaal je eigen fout. Ik modder wat even in. Ja, ik bedoel, welke new player gaat nou papier proberen te maken van suiker? Even kijken. Slash, kick, nee. Oh, heel die dinges, die staat helemaal vol met is killed by. Ja, daar heb ik een screenshot van gemaakt. Why? Because... Het komt toch op YouTube. Nee, omdat een vriend dat wou zien. Wat? Dit is een privéopname. Is toestemming. Boeien. Jazeker boeien. Copyleft. Wie copyleft? Ja. Copy up. Copyright. Goed. Nou, ik ben nog steeds eventjes hier cobblestone aan het verzamelen om een dak af te maken. Waarom weet ik ook niet? Ik ben aan het stripminen naar redstone, dan kan ik een miners tree maken. Nou, jij schiet ook wel gelijk even op de hak op de tak, hè? Dat doe ik. Heb nog niet eens een fatsoenlijke deur. Hey. Jongen, we gaan dadelijk eerst naar die dungeon toe, daar kunnen we genoeg exploren. Dat is waar. Doe me de groeten trouwens, zoals je hem ziet. Als ik redstone heb, maak ik er iets doms mee. Als ik hier redstone heb, dan ga ik jullie allemaal de meeste bekogelen. Met rode steentjes. Zo, pieuw, pieuw, pieuw. Als ik redstone heb, ga ik eerst even lekker met je. Maar waarom bel je eigenlijk? Ik zit midden in een gevecht, joh. Nou, niet meer eigenlijk, maar goed. Wat is dat nou weer voor reference, denken die mensen? Wat zijn dat voor bloemen? Klootviolen. Dat zijn klootviolen. Ah, dit is te melig voor woorden. Oké, nou. Wat? Dit is te melig voor woorden. Zelda. Ja. Ik noem me eens geen Zelda. Ik ben een vent, verdorie. Ik heet Zelda Player. Of ZP. Of ZP20. Geen Zelda. Ik noem je voortaan Zelda, omdat je bent. Luister. Pardon? Nee. Luister, pardon. Jullie weten dat hier nou random muziek over is gespeeld. Dat dit er totaal uitgeknipt wordt. Omdat ik namelijk jonge kijkers heb. Nogmaals, let op je taalgebruik. Hers! Geef mij alleen maar weer extra werk hoor. Nee, het is taalgebruik. Jawel, dat is wel taalgebruik. Dat gebeurt gewoon niet, punt. Okay. We gaan het daar niet over hebben, jongens. Kom op, dat is echt te ver. Oké. Nou, inmiddels ben ik eruit gecrashed. Ja, daar waren we al achter. Ik denk, ik ga daar nog niet eens op reageren, want ik wist zeker dat dat niet opzettelijk was of iets. Ik wist dat jij daarmee glitchte of zo. Dus. Oké, nou, wat wou ik... Oh ja, ik wou een houten deur maken. Waarom geen iron? Omdat ik daar nog geen mooi materiaal voor heb. I love iron. Ik begin een hekel aan jou te krijgen. Kunnen we met z'n... Maar alles loopt wel lekker soepel, ja.
Ja, daarom. Eventjes de server resetten, dat was een goed idee. Dus, Weer zo'n goed idee. Een nieuw minor version of the ultimate tools. Welke tool? Oh, shit. Dat moet mij doen. Ja. Hoe? Guido, hoe? Nou, ik heb een gat gegraven en daar viel ik vanzelf in, zeg maar. Mijn naam is Jaminesh en ik ben ozo pro in Minecraft. Ja, ik ben echt gigantisch pro in Minecraft. Ja, hè? Minecraft maandag. Zal ik jullie eens even iets zeggen, jongens? Het wordt weer nacht. Oh, god. Mijn huis is nu af. Mijn ook. Ik ben nou safe. Ik ben bijna veilig. Ik heb alleen nog geen wol. Maar dat maakt niet uit. Dus ja, ik denk niet dat er even veel zou gaan gebeuren. Dus ja, wacht even. We zien nog eventjes dat Guido ondergrond zit. Dus, Oh, jullie hopen natuurlijk dat ik nog een keer dood ga. Hopen we? Nee hoor. Maar jullie weten het zeker. Hé, hey, kijk, dat is Gaming Nation. Ja, hi. Hi. Zit daar op je... Wat ben je even weg? Ik vind dat je huis dichterbij moet maken. Ja, dan krijg je weer gezegd van... Je moet er niet zo dichtbij doen, want dan kunnen we je uitbreiden. Nee, Guido, dit is echt veel te ver weg. Dit kan gewoon niet. Ah, jammer dan. Nee, joh. Jammer dan. Ah. Nou, jongens, ik knip hem heel eventjes naar voren toe. Totdat het, zeg maar, weer... tot het weer dag is. Want we zitten nou allemaal veilig in een huis. En mocht er iets gebeuren, dan zien jullie het gelijk. Yes. The battle is on. Ja, dit komt er weer in, hoor. En laat zijn experience gewoon liggen, die Jaak. Jullie raden nooit... Jullie raden nooit wat ik nou zojuist heb gemaakt. Ja, ik heb even offscreen een paar kistjes even extra gemaakt. Zodat ik daar wel even mijn equipment van kan laten. Oké, jij hebt een paar kistjes gemaakt. Maar ik heb een miner's dream. Hij heeft hier allerlei zombies wat hier rond mij... Wil je alsjeblieft voor de love of Batman op een fietsbel die zombies niet naar mijn huis toe lokken? Nou, ze staan bij mij. En ze zijn nu dood. Die zit hier allemaal om mijn huis heen rond te lopen. En dan staat mijn huis is gewoon geïnfecteerd door zombies. Oh, nee. Scorpio, is nog een je was thuis. Huis. Ja, maar er kwam een schorpioen door mijn... zeg maar, ik heb nog geen glas. En er kwam een schorpioen gewoon door mijn... Ja, zeg maar, door mijn raam heen. Heb je de battle gefilmd? Ja, alles wordt gewoon gefilmd. En het is gewoon een werkje van knippen en zo, dus... Ik heb diamonds. Oké, ik ga dus even alles dan even helemaal dicht doen dan. Blijkbaar kan het even wat doorheen. Ik heb net... Oh, ik heb een chestplate. Unbreaking 1. Wie wil er diamond chestplate unbreaking 1? Ik! Wat krijg ik ervoor? Een middelvinger als je hem niet geeft. Oké, wacht, ik kom hem brengen. Wacht tot het dag is! Oké, nou ben ik helemaal veilig. En wil je ook een helmpje? Ja, is goed. Alsjeblieft. Dan gaan we... Ja, nee, trouwens, dat we ook in de volgende aflevering eigenlijk in de dingen doen. In de volgende aflevering gaan we dus zeg maar naar die ene dungeon toe. Dus, maar ik heb wel lucky dingen allemaal, hè. Lucky, wat ik heb. Ik heb bijna mijn armor. Oh ja, armor. We mogen maximaal, hoe heet het? Emerald armor dragen. Ja, dat klopt. Zoals de Taule zegt, we hebben dus... ik heb een paar testjes gedaan. En als je dus zeg maar sterker als Emerald gaat dragen... Bijvoorbeeld Amethyst, Rubies, je hebt Ultimate... dat is zo powerful, dan krijg je absoluut geen schade meer. En er moet wel een uitdaging in blijven. Zoals in het begin is het heel erg uitdagend geweest. Maar we willen nog wel een beetje de spanning erin houden. Dus hebben we besloten met z'n allen dat we niet verder gaan als Emerald. Met uitzondering als we dus zeg maar echt bazen gaan verslaan. Zoals bijvoorbeeld Mobzilla. We hebben de King die hierin zit als een extreem sterke baas. Je hebt een dungeon die betere armor zeg maar, mag gebruiken, waar je die mag gebruiken om ultimate armor te vinden. Dus ja, dat zijn de uitzonderingen, maar we gaan dus niet verder als Emerald. Maar je mag wel, zwaarden mogen wel altijd. Ja, zwaarden mogen wel sterker gemaakt worden, pickaxes mogen sterker gemaakt worden. Dat heeft niks met verdediging te maken. Nee. Dus. Oké. En dat is even duidelijk. Nou, ik ga weer heel eventjes terug naar de knip, want het is nog steeds een nacht.
die je normaal alleen in Minecraft... Ik zie net een scorpion in de verte bij jouw huis. Ja, daarom dacht ik net aan dood. Oh. Maar goed, dan gaan we dus weer verder naar de knip. Want het is knip. Het is een nacht die je normaal alleen in Minecraft ziet. Het is nacht die wordt gezongen in het donkere lied. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik maar binnen blijven zou. Maar vannacht begreep ik hem met ouwlertje. Je kunt gewoon vanuit hier de zonsopgang zien. Wat mooi. Ik heb de maanondergang. De ondergang van de maan. Ik heb jouw ondergang. Ja, dat weet ik. Die heb ik op tape, ik neem op. Maar wie zegt dat een van ons dat niet doet? Ja, ik weet dat jij ook wel opneemt van jou, vanuit jouw gezichtspunt. Nee, eigenlijk niet, nu niet. Oh. Maar... Ik wil lekker dat hakken. Nee, maar ik had verwacht dat Team Maestro ook al zou komen, maar... ik heb hem niet gezien. Nee, ik ook niet. Ik heb... gold gevonden. Ja, ik heb gold nuggets. Holy f***, een Emperor Scorpion. Wow! Een Emperor Scorpion. Ja. Diamonds! Ja, ik ga even denk ik weer even minen, want ik heb ja, ik ken wel voor miners dream gaan eigenlijk. Heb ik nog zojuist gedaan en ik heb er geen spijt van. Dus ja, ik denk dat ik daar heel eventjes dingen voor ga zoeken. Dus ik kan... Ja, ik heb trouwens nog geen redstone, dus... Oh, Mutant Skeleton, waar? Die zijn evil. Ja, die zijn heel evil. Als je vanaf jouw huis... weg gaat lopen en heel erg bang als een mietje weg gaat rennen, dan zul je hem niet tegenkomen. Oké, Katja. Waar is die epic dungeon die ik had? Oh, die zit hier, ergens. Want dan ga ik even de andere kant even gewoon naar beneden mijnen. Hopelijk dat ik redstone tegen kan komen. Waarom heeft een scorpion... Hé, wat de f*** rooi hem hier? Je killt mij. Oh nee, dit is een scorpion die dat deed. Wat de f***. Dude, kun je een beetje meer... Als je een keer F zegt, prima. Maar je gebruikt het wel heel erg vaak. Sorry. Zo de ding. Dat wordt voor knipwerk. Nee. Nah, het mag er wel inkomen hoor, maar hou er wel een beetje met mate. Oh nee, glusjes, ik ben neergeknald. Mijn hemel, kom hier schavuit, ik verkoop je een dreumes. Nee, die mutant skeleton is als je vanaf je, zeg maar, naar mijn huis toe loopt en dan achter mijn huis langs. Note to myself, blijf weg bij mijn huis. Zo te zien is hij er nog steeds. Ja. Hey Wilco, ik ben dicht bij jou. Maar ik wil nu mijn spullen, want dat, dan kan ik... Stuff! I'll grab my stuff! Ik wil... Nou... Laat mij met rust! Laat mij met rust! Nee, zeg maar niks. Ik ga nu huilen. Ken je dat gevoel, je bent klaar met mine en je loopt naar huis toe? Ja, dat is zo... Dang it! Mijn pickaxe! Oh, nou durf ik niet naar huis toe te lopen om een nieuwe pickaxe te maken. Gelukkig zit ik hier veilig. Oh, shit. Waar zit hij? Ik ruik hem wel. Ik zie hem nog niet. Hi! Zit er hier iets? Nee. Je bent veilig, joh. Zie mij lopen. Ik ben heel erg scheiterig. Oh, moet je uit het raam kijken, slag. Nee! Uit je raam kijken. Auw! Oké, Nee! Oké, bij deze kan ik dus mijn ijzeren zwaard die ik van Wilco heb gehad, nu gewoon vergeten. Jongen, wat jij bent, wil ik wel een nieuw voor je maken. Dit is echt niet leuk meer. Ik wil gewoon een beetje hout hakken, meer niet. Ik kan al een, soort? Een emerald soort. Dit is diamond. Echt... Waarom krijg ik alleen maar dit soort shit? Stem dat ze van je houden. Maar ik word ook echt gespawnd boven of echt bij zo'n skeleton. Ja, dat had ik ook. Hadden wij ook. Nou, oké. Ik ga wel een andere missie zoeken voor... Waar zit dat gekke ding dan? Ik zit Bij jouw huis bent, je loopt naar mijn huis.
Ik zie jou staan, denk ik. Ja, nou, dan ga je een klein stukje... Precies recht voor je, trouwens. Waar? Jij ziet mij? Je ziet me springen? Ja. Oké, dan spring... Je ziet me nog steeds? Ja. En zie je me nog? Ja. Nou, daar. Precies daar. Oh, ik zie hem! Heel blij. Ja, dus. Triest. Wie is er nou tegen je aan het vechten? Wie, ik? Ben jij er nou mee aan het vechten met die... Ja, ik ben er nu mee aan het vechten. Ik word toch gespand bij dat ding, dus ik ga toch wel dood. Je wordt toch gespand bij je huis? Nee, want ik heb geen bed. Zullen wij met z'n allen gewoon daar gaan vechten? Nee. Help your brethren! Ik zou best willen vechten, maar... Dan pak je wel even andere stuff. Bel over een kwartiertje nog eens. Ik krijg hem wel dood. Oh, nou is, nou heeft hij mij hoor, nou moet hij jij hebben. Auw! Ah! Nee! Ja, is dat slecht plan, niet doen, niet doen, niet doen! Ik heb toch niks, dus ik heb niks te verliezen. Oh, is hij weer achter jou aan? Nee. Ja. Ik heb geen voedsel meer. Wauw. Wat slain by, wat slain by. Lekker gesleend. Ja, maar je hebt emeralds, je kan emerald armor maken. Ja, ik heb niet zoveel. Oh, hij ziet mij nou. Auw. I'm a distraction. Oké, okay, nou niet meer. Ah! Oh, nou spawn ik er zeker bij. Ja hoor. Nou zit ik in hetzelfde pakket. Nee. Oh shit. Nee. Stout. Stoute skeleton. Zo. Wat ben ik? Ja. Ah, hij zat binnen! Ah, de stom beest. Nee, nee, nee! Nee, nee! Ik zit nou in diezelfde loop! Nee! Oh. Neem van mij aan, help nooit iemand anders. Help niet iemand als je, als je niet zeker weet of je hem of, als je hem of haar echt kan helpen. Nee! Ik was net te laat. Ah, oh, kom eraan, ik probeer het wel. Nee! Laat me nou eens met rust! Jezus! Goed. Die skeleton gaat dood. Die heeft nog maar 66 HP. Nee! Laat me rust! Nee, nee, nee! Is hij weg? Laat me rust. Nee! Nee! Ik wil gewoon naar huis! Ik kan hier niet meer tegen! Waar is die? Huh? Waar is die? Is die gespawnd? Wacht, is dit nou wat er van hem over was? Katje! Oh, waar is die? Dat was mijn golden helmet. Nee, ik vraag... Daarom vroeg ik alleen van, is dat wat... Bitch! Katje, bitch! Haha, wie is er nu de baas, hè? T-back! 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 Heb je hem? Tuurlijk heb ik hem. Oh, cool. Don't fear, because the Towler is here. Eigenlijk okay. Op zijn best. Ja. Even kijken, ik hoop trouwens dat mijn zwaard daar nog ligt, anders... Moet niet vergeten om heel eventjes ook zijn dingetjes eventjes zo... Want anders zo, ik heb een iron spant hij hem zichzelf weer, dus... Oké, okay. Ja, ik heb hoofd, dingen hoofd, over. hoofd. Schouders, knieën, teen. Nee, ik vind het hoofd zo leuk. Nou, wil je al zijn dingen hebben dan? Nee. Mooi, oren, ik kan het allemaal weggooien. Oren, ogen, puntje van je. Neus. Neus. Hoofd, schouders, knie en been. Oké, even kijken hoor. Want ik wil eventjes deze zooi even allemaal weggooien. En gelukkig heb ik mijn iron zut nog. Want echt, anders was ik very angry. And you don't like me when I'm angry. Wil je niet zo grommen naar mij? Vraag ik niet om. Ik heb nou een fatsoenlijke deur, jongens. Een fatsoenlijke deur. Ja. Wat is fatsoenlijk? Een deur. Van hout in plaats van dirt? Nee, iron. Oh.
Oh, wacht trouwens, ik heb één dingetje overzien. Ja! Yeah. Jeuk in mijn oor. Dat haat ik als je een headset op hebt, dat je dan denk je jeuk in je oor kan krijgen. Bah. Oh, dat heb ik zo vaak. Nee, verkeerd. Foutje, moet kunnen, baas. Pressure plate aan de binnenkant. Zo. Oh, dan gaan de buitenkant. Ja. Goed. Dus. Ja. Ik hoop dat ik nog even wat meer iron tegen kan komen, omdat in de volgende aflevering gaan we naar de Epic Dungeon. Ik heb geen flauw idee wat voor dungeon dat het gaat worden, maar... Misschien is het helemaal geen dungeon. Het is een dungeon. Het is van die brickstone. Oh, ja, oké. Okay. Dan is het wel degelijk een dungeon. Dus ik ben hier nou heel eventjes aan het stripminen. Hoop dat ik nog even wat iron kan vinden, dat ik toch nog even wat klein extra armor kan maken. Ja. Yeah. Recipe mode. Dan kan ik kijken hoe ik een minus 3 moet maken. Logisch. Je dus hij staat op recipe mode moeten staan en dan is hij goed, hè? Ja. Minus 3. Oké. Okay. Als je nog een zwaard wil. Gunpowder. Nee, ik heb dat zwaard heb ik terug. Wil je nog een axe of weet ik veel wat? Nee, ik wil voorlopig geen axe meer hebben. Ja. Wil je dan een shovel? Iron boots? Nee. Oké, jongens, durven we dadelijk wel die gevaarlijke dungeon in te gaan. Want deze aflevering die komt bijna op het eind. Met veel faal, veel gevaarlijkheid. En heel erg veel faal van Guido en mij. Ja. Een deadloop. Nou, cobblestone heb ik in ieder geval genoeg. Dus ik kan mijn huis zal ik zeker wel uitbreiden. Daar niet van. Maar ik heb iron nodig. De irony. Oké. Ondertussen blijven we gewoon nog heel eventjes doorminen. En hopelijk ook nog een beetje praten. Ja, ik heb... La. Nee, ik was even aan het uitzoeken... Ja, ik ga even naar boven. Waar ik zeg maar wat spullen kon plaatsen. Ik moet eten hebben. En als je eten hebt, ja, dan ben je de machtigste man ter wereld. Want zonder dat eten... Dat is juist het grappige. Eten is eigenlijk helemaal niet zo'n grote issue in deze Minecraft wereld. Omdat je hebt hier heel veel vruchten, zeg maar, die ontiegelijk veel health geven eigenlijk. Of ja, voedsel. Ja. Dus, maar ik wil eigenlijk snel met een furnace en zo. Vind ik daar ook wel mooi als we dan echt zo weer een keertje gewoon van die andere... Ja, we hebben dus zeg maar ook een privé, waar je dus zeg maar altijd van die grappige, hilarische momenten, dan kan iedereen zeg maar van ons team, kan daar dus hilarisch opnemen. En wat daar dus het leuke is, daar hebben we dus al inderdaad een groot huis, daar hebben we best wel goede equipment al, dus komen we daar dus zo'n mutant skeleton tegen, dan is het ha, jij bent dood. Dan is het niet meer dat we 300 keer falen voordat we eindelijk een skeleton vermoorden. Nee, hooguit één keer en tot zijn max en dan houdt het al op. Oké. Nou, dan zou ik nogal zwaar teleurgesteld zijn in mezelf als ik dan nog een... Maar goed, ik heb hier nou eindelijk een stripmandje. Ik zit Ik wil zeggen, wat wou ik ook weer doen? Nou, ik zit hier al ondertussen op niveau 16, maar ik kom alleen maar cobblestone tegen en daar ben ik niet blij mee. Oké. Maar in die dungeon, daar kunnen we dus ook misschien pieces of hearts vinden en zo, dus... Ik heb een mot in mijn kamer. Ah, die is ook mot. Die kill ik nu. Dus, maar ja, daar heb ik ondertussen nou zo erg veel over zitten te praten. En ik weet het, jongens, ik weet het. Ik heb jullie beloofd dat we daar naartoe zouden gaan. Maar het probleem is, ik wil daar nog eventjes een beetje extra equipment voor vinden. Maar ja, we zitten hier nou ondertussen op niveau 8... En in More Ore Spawn Mod kun je dus gewoon klinkklare, complete blokken met emerald en diamonds vinden. Maar ik heb dat geluk op het moment niet. Jammer joh. Dus vandaar dat Miner's Dream inderdaad gewoon echt een must-have is. Maar ja, daar heb je redstone voor nodig. En geld voelt ik nou weer. Ik heb redstone. Heel veel. Yay. Maar ik heb niet zoveel. Ik heb maar één gunpowder. Ja, ik moet zelf ook nog gunpowder. Volgens mij heb ik er 2 of zo. Ik weet niet. Maar goed, ik ga heel eventjes naar boven toe. Want we moeten dus naar de epische afsluiting voor deze zaterdag. Dus ik loop eventjes naar boven toe. Heeft iemand eten? Ik heb wel eten.
Maar ik heb geen eten meer. Jij hebt geen eten meer. Jij hebt geen eten meer. Jij hebt geen wiet meer voor wat brood. Oké. Juist. Ik denk, zeg maar even. Het is weer nacht! Oh boy, en dan moet ik hier in naar huis. Ah, spin! Nee! Nee! Ik zag wat ontploffen in de buurt van mijn huis. Ik red je. Ik hoef geen hulp. Ik heb nu ook diamond leggings. Dat was in mijn huis. Ga weg, man! Jaag ze ergens anders heen! Nee! Dames en heren, jongens, meisjes, in ieder geval, dankjewel voor het kijken. De muur ga ik proberen klaar te krijgen in de volgende opnamesessie. Dus dat is niet voor morgen, maar voor daarna. Dan ga ik dus aflevering 1, 2, 3 en 4. Die worden dan alvast dus neergezet. Dus zeker leuk voor als je een reactie hebt achtergelaten als je daar tijd voor hebt. Dus laat een reactie achter als je daar de tijd voor hebt. Beetje leuk zo'n momentje als je dat natuurlijk hebt in deze aflevering. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En ik dank jullie voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze mod survival heel erg leuk vinden. En ik hoop jullie natuurlijk weer morgen te zien. Want dan gaan we dus kijken wat die dungeon in petto heeft. Dus dank jullie allemaal wel voor het kijken. En dit was Zelda Play 20. En bijna doodgaande Dutch Gaming Nation. En Douweler. En Chocolade Alex. Bye bye. Doei. Oké, dat moest eventjes. Oh, echt waar. Lach, dat stond dat er serieus nog op. Ja.